Minister Hoefdraad gaat in op schuldenplafond en aflossingen komende 2 jaren. Minister Gilmour Hoefdraad van Financiën is in de Nationale Assemblée ingegaan op vragen met betrekking tot het financieel beleid. Zo ging hij onder meer in op de vraag van volksvertegenwoordiger Gregory Rusland over het schuldenplafond en de aflossingen de komende 2 jaren. De laatst gepubliceerde cijfers van het Bureau voor Staatsschuld geven aan dat de buitenlandse schuld US$1,7 miljard en de buitenlandse schuld US$6,4 miljard bedragen. Hierin zijn inbegrepen de speciale goedgekeurde schulden door het parlement, te weten het Dalian en het Huawei breedbandproject die beide buiten het plafond van de wet op de staatsschuld vallen. Het vervolg van dit bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today. www.deboodschap.today.